deze aflevering van Vrijwilligers in Beeld zijn we te gast bij de Buitenplaats in Sleerwijk. Hier doet Cor van Oorschot zijn werk als vrijwilliger. Wij gingen kijken wat dat allemaal inhoudt. Van harte welkom op de Buitenplaats, de ontmoetingsruimte. Die gerealiseerd is door een steun met de Woonlinie. En zoals je ziet organiseren we hier diverse activiteiten. Zoals klaverjassen, spelletjes, bingo, sjoelen, etc. En we zijn elke middag open van 2 tot 4. En we hebben ongeveer een kleine 100 bezoekers per week. Pas geleden hadden we de 1000ste bezoeker. Sinds de opening juli 2016. Ik mag leiding geven aan deze club. Dus de stichting heeft een stichtingbestuur en daar ben ik dan voorzitter van. En ik word gelukkig goed ondersteund door een penningmeester en een secretaresse. En wat vrijwilligers. En mijn vrouw die doet heel veel werk qua administratie. Dus dat scheelt een boel werk. Op een gegeven moment raak je gepensioneerd. Wat vanzelf gaat. En dan wil je toch wat leuke dingen gaan doen. Dus ik heb onder andere de WMO-raad gedaan en nog een aantal zaken in besturen. En dit is vlakbij, want ik woon aan de overkant in de Nieuwe S. En het leek ons leuk, ook mijn vrouw, om vrijwilligerswerk te doen. Er gaat toch veel vrije tijd in zitten. En zoals, hoeveel ongeveer? Nou, dagelijks ben je er toch wel bezig. De ene keer een uur, de andere keer een middag of een ochtend. Of je moet ergens naartoe. Maar gelukkig hebben we veel vrijwilligers, een stuk of 25. En zonder die ben je nergens. Dus er moet ook veel overleg gepleegd worden, et cetera. Kunt u iets vertellen over een speciaal of een bijzondere gebeurtenis die u meegemaakt hebt tijdens dit vrijwilligerswerk? Tijdens dit vrijwilligerswerk, wat erbij staat, is dat we hebben, mede door sponsoring van Rivierenlandfonds, hebben we een boottocht georganiseerd door de Sliedrechtse Biesbos. En tot ieders verrassing, ook van de gemeente en overige instanties, waren er 81 deelnemers. Terwijl geschat was, nou, mogen blij zijn als we er 30 hebben. Dus dat was wel bijzonder. En wat ook wel bijzonder is, dat er vrijwilligers ook uit andere dorpen komen die zich aanmelden hier, om hier vrijwilligerswerk te doen. Die dat niet in de eigen dorp wil doen, maar toch hier. En dat stimuleert om leuke dingen te doen en voor mensen en de bewoners hier zo bij de Nieuwe S om daar activiteiten te organiseren. Dat is hartstikke leuk werk. Ik ben de tweede penningmeester eigenlijk. Dan houdt het in, al wat hier overdag binnenkomt, dat schrijf ik netjes op. Als de maand afgelopen is, tel ik het op en dan geef ik het aan de penningmeester. Dus wat er allemaal binnenkomt aan geld. Van die 50 cent van de koffie, die bewaren we allemaal zo. Ja. We zijn met een aantal dames en we hebben zakken wol gekregen. En nu gaan we breien voor Roemenië. Daar is veel vraag naar sjaals en truien en mutsen. Dus we proberen wat mee te doen natuurlijk. Hè? En het is voor het goede doel. Zoeken jullie nog meer vrijwilligers voor de stichting? Nou, we kunnen het altijd wel gebruiken. Vrijwilligers altijd welkom. En wat we zijn, elke middag zijn we open. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 2 tot 4. Nou, als je dan 4, 5 vrijwilligers hebt voor 1 middag, dan kan je roleren. Dan hoef je niet elke week te komen als vrijwilliger. Dus dan ben je met 2 keer in de maand aan de beurt. En dat gaat prima.